We zijn hier bij het diner Omgevingswet van Berghuizen Pont. Heel goed idee dat er nu 80 mensen zijn die zich alvast willen voorbereiden op deze nieuwe wet. Een nieuwe wet die toch heel veel verandert in het landschap van het omgevingsrecht straks in 1918, als de wet in werking treedt. En wat gaat er dan allemaal gebeuren? Nou, de regering is ervan overtuigd dat niet alleen 26 wetten moeten worden samengevoegd in één omgevingswet, wat op zichzelf al een prestatie is en op zichzelf al de moeite waard, omdat het dan eenvoudiger wordt. Nee, de regering vindt ook dat er zo weinig mogelijk geregeld moet worden. Dat betekent dat er meer flexibiliteit is. Je loopt minder snel tegen allerlei regels aan. En dat is op zichzelf al een goede reden om toch deze omgevingswet een warm hart toe te dragen. Is dan alles opgelost? Nee, natuurlijk zijn niet alle zaken opgelost. Bijvoorbeeld als je niet globale bestemmingsplannen hebt op dit moment. Ja, dan kun je wel een wet maken die globale bestemmingsplannen mogelijk maakt. Maar je moet ze natuurlijk wel maken. Kortom, heel veel zal straks afhangen van de cultuurverandering. Hoe gaan wij met die wet om? Maar het blijft een geweldig idee.